Ja, napraten natuurlijk over de wedstrijd vanmiddag hier op de Wildzang. Nunspeet tegen DOS 37. 1-2 uiteindelijk de uitslag geworden. Naast mij trainer van DOS 37, Kenan Dermusoglu. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Erwin Brem natuurlijk aan de andere kant. We beginnen met Kenan. Kenan, was je verrast door de opstelling van Nunspeet, de 3-5-2? Ja, best wel. Ik dacht dat ze 4-3 zouden komen. En normaal spelen ze dat ook. Alleen, ze begonnen in een 3-5-2. Nou, dan moesten wij even kijken van oké, hoe pakken we dit op? Ja, het was weer meer een wedstrijd in mijn beleving. Met name ook over de hele wedstrijd. Ik vond het niet een hele goede wedstrijd. Van beide kanten niet. Je zag wel de tweede helft, vond ik Nunspeet in ieder geval wel veel meer energie leggen. En, maar in de laatste fase kwamen ze wat tekort, zeg maar. Maar goed, wij maken natuurlijk zo'n eerste goal. Ja, dat was eigenlijk een beetje lucky goal natuurlijk. Waar de keeper net onderdoor gaat. Nou ja, vervolgens een prachtige vrije trap. 1-1. En toen hebben ze een paar momenten gehad. In een 1-1 situatie die niet goed werd uitgespeeld. Nou, vervolgens maken wij de 2-1. Ik vond het een beetje een wedstrijd. Ja, eerste helft denk ik. Een wedstrijd om niet te verliezen was het meer. Van beide kanten eigenlijk. Nou ja, wij waren vandaag de gelukkige, zeg maar. Ja, het leek er eigenlijk een beetje op totdat het eerste doelpunt viel in de 75e minuut. Het zou wel eens kunnen zijn de ploeg die een doelpunt gaat maken aan het langste eind gaat trekken. Ja, nou ja. Zij gingen natuurlijk op een gegeven moment ook voor bank spelen aan de buitenkanten. Twee jongens ervoor. Dus elke bal die dan ergens zal kunnen vallen. Maar goed, we hebben heel veel ook weer weggehaald vandaag. En daar staat wel een blok. Maar desalniettemin denk ik dat... De overwinning, ja. Ik heb meer op een gelijkspel. Zou je zeggen, oké, dan is het evenredig. Maar goed, we zijn natuurlijk wel blij met de 3 punten. Dat kan ik me voorstellen. Je was verrast door de opstelling van Nunspeet. Maar betekent dat ook dat je in je eigen opstelling aanpassing moest doen? Nee, niet. Want uiteindelijk back-op-back. Drie verdedigers op 2 spitsen. Idem dito. Dus eigenlijk was het een beetje wachten dat er eentje op een gegeven moment meer risico zou gaan nemen. Ja, in dat geval hadden wij het geluk natuurlijk met de eerste goal. En vervolgens later gingen ze natuurlijk wel met aan de buitenkanten met aanvallende spelen. Nou ja, goed, dat moet ook wel. Maar goed, uiteindelijk was dat het geval. Erwin, gisteravond wilde je er nog niets over zeggen, over die 3-5-2 opstelling. We hebben wel eventjes over een paar posities gesproken, maar niet over deze opstelling. Is dit geworden wat je ervan verwacht had? Los van de uitslag, hè? Dan zeg je het heel mooi, los van de uitslag. Kijk, we wilden onszelf eigenlijk in ook een stuk kracht zetten. We wisten dat de tegenstander veel optimistisch spel zou spelen. En op middenveld wilden we in de duels komen. We wilden ons met name reverseren, met name van de laatste thuiswedstrijd tegen DOS Kampen. Ja, dus eigenlijk haal je ons ook een stukje uit de comfortzone. Je speelt eigenlijk niet met backs, maar met meer 2 verkapte voorstoppers. Waarbij we afgesproken hebben, die pakken gewoon de man op man. Ja, dus de manier van spelen pakte goed uit. De eerste helft was het een beetje aftasten van, je wilt niet verliezen, absoluut niet. Maar je wilt ook kansen creëren. Nou, dat ging de eerste helft niet helemaal naar geweten wat we graag wilden. En de tweede helft maken we wel meer gebruik van de mogelijkheden en zetten we puntje op de i. Ja, dan zag je ook met name de tweede helft, het eerste gedeelte, een bovenliggend Nunspeet. Krijgen een aantal kleine mogelijkheden en kansjes, alleen die moet je dan anders uitspelen. Ja, en dan krijg je de 1-0 die letterlijk en figuurlijk uit de lucht komt vallen. Maken we heel goed 1-1. Krijgen aansluitend een hele mooie mogelijkheid om eigenlijk misschien wel de leiding te nemen. Ja, en dan zit je gewoon in die K-hoek waar de klappen vallen en krijg je nog de 2-1 tegen vanuit de spelervatting. Ja, want die wedstrijd die wilde met name in de eerste helft maar niet op gang komen. Hè? Pas in de tweede helft. En dan zien we Nunspeet ook veel meer op de helft van de tegenstander. Ja, maar je speelt eigenlijk vandaag voor de tweede keer een 3-5-2 opstelling. Waarbij dus een aantal jongens in een andere positie gezet worden. Dus de oriëntatie van het veld heeft daar mee te maken. Nou, dan vind ik dat we dat naar behoren hebben uitgevoerd de eerste helft. En dan laat je de jongens met name ook 3 kwartier ervaren van jongens, waar liggen de mogelijkheden? En de eerste helft heb je ook gewoon 2-3 leuke mogelijkheden gehad. En niet al te veel weggegeven. En daar is DOS natuurlijk een uitblinker in. Vanuit het niets in één keer een kans kunnen creëren. En eigenlijk ook scoren. Dus met de rust sta je 0-0. En geef je aan voor onszelf en ook binnen de groep waar de mogelijkheden liggen. Nou ja, uiteindelijk heb je daar geen optimaal gebruik van gemaakt, want je verliest vandaag. Ja, de aansluitingstreffer na de 1-0 die komt dan redelijk snel. Daarna opnieuw een kans voor Van Wetering om wellicht zelfs de voorsprong voor Nunspeet op het bord te krijgen. Maar los daarvan, kansen voor Nunspeet waren er zeker wel in de tweede helft. Ja, dat zagen wij ook. Alleen we waren niet altijd even gelukkig in de eindpaas.
Of een keeper staat met een spelervatting een keertje op de goede plek. Ja, we zeiden na de wedstrijd tegen elkaar van jongens, zal die gifbeker nou eens een keer leeg zijn? Kijk, DOS zit aardig in de flow. 4 wedstrijden, 10 punten. En de laatste 4 wedstrijden pakken wij 0 punten. En dat is ook een stukje het verhaal. Maar weet je, je kunt wel vandaag met opgeven hoofd van het veld af. Er is een aardige basis neergelegd waar we mee verder kunnen. Alleen je koopt er geen één... Malle moeier voor. Goed zo, je koopt er niks voor. Zal ik het antwoord geven? Keurig. Ja, jullie zitten behoorlijk in de flow, Kenan. 10 punten uit 4 wedstrijden. Nou, dat klopt. Na de winterstop goed uit de winterstop gekomen. Dus met 10 punten inmiddels. Dus we hebben 2 weken vrij nu. In ieder geval geen wedstrijden. En dan hebben we Go Ahead Kampen thuis. Ja, op dit moment gaat het zoals we in ieder geval niet verwacht. Na de winterstop, we zijn natuurlijk best wel ook samen met Nunspeet en nog een paar teams. Als je kijkt naar de onderen, met 12 punten begonnen aan de winterstop. En na de winterstop 10 punten erbij nu. Dus ja, we zijn wel content met de situatie. Dat kan ik me voorstellen, want met 12 punten de winterstop ingaan. Ja, dan heb je geen beste eerste seizoenshelft gespeeld. Nou ja, goed. Er zijn natuurlijk ook wedstrijden geweest waarbij wij echt minimaal de 3 punten hadden moeten meenemen. Ja, dat gebeurt niet. Nou ja, goed, na de winterstop even de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, joh, we moeten toch op een andere manier gaan spelen. We willen ook graag heel vaak ook druk zetten vooruit. Nou ja, goed, soms kan het goed en soms was het wat minder. Ja, met name gekeken, oké, wat hebben we? Wat kunnen we veranderen? Nou, wij zijn gaan spelen in een 5-3-2, of hoe je het ook wil zeggen. 3-5-2 maakt ook niet zoveel uit. Alleen, dat ligt ons gewoon op dit moment beter met de jongens die we hebben. En we hebben gezorgd dat we een blok vormen achterin. En dat loopt op dit moment. Dus, dankjewel, succes verder. Erwin, nog even doorpratend. Die 3-5-2 waar je vandaag dan mee begonnen bent. Is dat een basis om mee door te gaan? Nou, weet je, dat bekijken we van week tot week. Dat heeft ook te maken met de tegenstander. Kijk, die gifbeker moet toch een keer leeg? Dan probeer je toch wat anders? Nou ja, weet je, je moet natuurlijk jongens zoveel mogelijk in een vertrouwde situatie zetten. Als we in één keer hele rare dingen gaan doen, wat de jongens niet gewend zijn. Vandaag speel je voor de tweede keer met 2 spitsen. Moet je in de rust ook fine-tunen, dat je aangeeft met Lars en Peter van, joh, hoe willen we dat graag zien? Dat deden we de tweede helft heel erg naar behoren. Ja, weet je, dan moet je ontwikkelen. Dan moet je meer de tijd voor nemen. En vandaag kon het, omdat je eigenlijk de meeste jongens toch qua oriëntatie van het veld op een positie zet waar ze uit de voeten kunnen. Maar dat is geen garantie voor de toekomst of wekelijks. Meest vertrouwd zijn we gewoon met 4-2-3-1. Maar heb je die tijd nog om iets te ontwikkelen? Want de stand op de ranglijst is er natuurlijk van die aard dat het alleen maar lastiger aan het worden is. Ja, dat is absoluut waar. Kijk, nu moeten we als het ware ook laten zien dat we de mannen zijn. Dat we de koppen bij elkaar houden en positieve flow erin gaan krijgen. Kijk, dan is het wekelijks gewoon de koppen bij elkaar steken en blijven ontwikkelen in teamfunctie, aanvallen, verdedigen. Weet je, aanvallend creëren we vandaag wat. Staat er niet aan de gelukkige zijde van het afronden. 2 doelpunten wat je weggeeft. Ja, weet je, dat geeft altijd stof. Maar goed, voor de toekomst, kijk, over 2 weken of 3 weken gaan we verder. Dan gaan we de competitie hervatten. Heb je wel een heel andere tegenstander. En we gaan gewoon kijken van waar wekelijks onze kansen komen te liggen. En wat de bedreigingen zijn van de tegenpartij. En zo kijken we wekelijks. Maar we willen wel graag een bepaalde manier van voetbal hanteren. Is dat dan een mogelijkheid om dat een keer tegen Ovios, de enige oefenwedstrijd die er de komende 2 weken op programma staat, uit te proberen? Nou ja, goed, je gaat wel een grote basis leggen tegen Ovios, omdat je de week erop weer competitie speelt. Dat is Barneveld uit, hè? Altijd lastig. Dat zeggen ze. Maar er zijn ook een heleboel ploegen die zeggen van Nunspeet uit ook altijd lastig. Nou ja, we hebben het vandaag denk ik de tegenstander heel lastig gemaakt. Alleen nogmaals, we zitten niet vandaag aan de goede kant van een medaille. En die komt altijd aan, omdat we deze week echt vol goede moed waren. En vandaag ook binnen de groep. Kijk, weet je, we hebben er alles aan gedaan. We kunnen ons verrek te weinig verwijten. Ja, misschien iets nauwkeurig of in de eindpaas of met scorevermogen. Maar joh, deze die komt binnen de groep en binnen de staf gewoon hard aan. En ja, dan is het de rugrecht. Hè. En over 3 weken tegen Barneveld moeten we voor het goed resultaat gaan. Ja, want die punten waren zo belangrijk geweest vanmiddag. Hè, voor die aansluiting met die middengroep. Ja, absoluut. Kijk, nu loop je in ieder geval 9 punten achter op DOS. Had je vanmiddag gewonnen, had je in ieder geval aansluiting getroffen bij de submiddenmoot. Ja, nu is het niet zo. Dus nu worden het tot aan het einde van de competitie wekelijks finales. Ja, want DZC dat speelt vanmiddag gelijk. Dat zie je 1 punt weglopen. Go Ahead KAC, dat wordt nog gespeeld. Kortom, een lastige periode voor de boeg. Ja, maar elke wedstrijd die we spelen is nogmaals is de finale. En het is aan ons om daar met elkaar een passend antwoord op te geven. En, we zijn met elkaar vol goede moeds.
We gaan ook vanuit van een goed resultaat en een goed afloop. Dus aan ons om daar met elkaar een passend antwoord op te geven. Dankjewel Erwin Breng. Dankjewel Kenan Dormşoglu. Dat was het voor het wat betreft vandaag de wedstrijd Nunspeet tegen DOS 37. Eindigt in een nederlaag voor Nunspeet 1-2.